Nou, ik ben Jaap Hartog, 60 jaar, ik woon in Alkmaar. Getrouwd, 3 kinderen, kleinkinderen. Hobby's, werk nog. En nou ja, op zich een redelijk druk bestaan. En daarnaast ben ik blind. Ik zie nog een beetje licht en donker. Ja, daar houdt het eigenlijk mee op, hè? Een beetje licht en donker. Dus als ik op straat loop, dan kan ik niet mensen herkennen. Je voelt dat iemand voorbij loopt, maar je weet niet wie dat is. Ik werk bij een pensioenfonds voor de bouw en de schoonmaak. En daar zit ik op de afdeling incasso. En hou me dus bezig met het innen van werkgevers- en werknemerspremies voor de opbouw van de pensioenen. Veel telefonisch contact en veel contact via e-mail. De computer is daarop ook aangepast met braille en spraak. Dus ik kan teksten uitlezen, hè, mailtjes uitlezen, documenten uitlezen. En ik kan ook documenten zelf terugschrijven, e-mail terugschrijven. Op de pc doe ik dat met het gewone toetsenbord. Als je de goede vingerzetting hebt, dan weet je altijd waar de J staat en wat er onder je vinger staat. Dus op die manier kun je terugschrijven. In je oor hoor je dan wat je terugschrijft en op je leesregel kun je dat ook nog een keer teruglezen met je vingers in braille. Ik werk 5 dagen per week. Dat is dus 8 uur per dag, waarvan 2 dagen per week thuis en 3 dagen in Amsterdam. Of het vermoeiender is, het werken, dat is met name heeft dat te maken met reizen. Als je puur met een stok loopt en je gaat naar het station en je maakt zoveel mogelijk gebruik van de lijnen, beleidingen. Maar je moet je toch ontzettend concentreren op het lopen. Hoor je wat weerkaatsen aan je stok of voel je wat anders onder je voeten dan de lijn of komt die lijn goed uit? Nou, dus je moet heel geconcentreerd ben je bezig. Ja, eer dan in de trein zit, heb je eigenlijk al een behoorlijke concentratie achter de rug. En dan moet je vanuit de trein weer lopen naar het werk. Dus als je dan een uur onderweg bent, kost dat wel behoorlijk wat energie. Ik heb als hobby dat ik muziek maak. Ik speel in een band, Blue Coat. Een hele leuke band. Een beetje jazz, pop, blues-achtig. En ik speel daar gitaar in. Dat is op zich ook nog wel grappig. Mensen vragen nogal eens van, god, jij speelt gitaar, hè? Hoe kan dat nou? Want je ziet helemaal niks. Dan zeg ik, ja, kijk, je hebt 2 handen en 2 oren. En muziek maken, als je dat hoort, is het prima. Hè? Daar hoef je eigenlijk niet bij te kijken. Ik heb een tijdje hard gelopen. Nou ja, als ik tegen iemand zeg, ja, ik loop hard, dan zegt hij van, hoe kan dat? Ja, dat is, je kunt prima hard lopen. Je hebt alleen even een begeleider nodig die ook hard loopt. Dus ik... Hij liep rechts van mij en een elastiek ertussen. Nou, op die manier kan hij prima sturen en zeggen wanneer je naar links moet of naar rechts. Of dat er bijvoorbeeld een drempel aankomt, een verkeersdrempel. En met hardlopen is het ook zo dat als je met iemand loopt, dan vertrouw je totaal op degene met wie je hardloopt. Je krijgt natuurlijk reacties. Hè? Het zijn reacties van, hou hem goed vast, hè? Want anders loopt hij weg. Of wat is dit nu weer? Hetzelfde soort reacties wat je vaak krijgt met mensen die, als je tandemt, hè? Nou ja, fietsen is ook natuurlijk zoiets. Ja, je kunt best fietsen, maar je hebt een tandem nodig. Nou ja, dan zijn de reacties natuurlijk altijd van bij mij van, hij trapt niet hoor. Nou is dat ook wel eens zo natuurlijk. Maar ja, over het algemeen zijn natuurlijk best mensen heel, heel vriendelijk. En behulpzaam. Sommigen misschien
te behulpzaam, dat je denkt van ja, nou, mag iets minder. Nou ja, je hebt wel eens gehad als je dan op een trein, dat ik nog geen hond had, dat je dan op een trein stond te wachten. En dat je vroeg van, waar is de deur? En dat iemand je bij de arm pakte en je bijna de deur, de trein inslingerde. Dat je denkt van, zo, dit kan wel ietsjes minder. Je kunt dan natuurlijk boos worden op iemand, maar aan de andere kant kun je beter uitleggen van, nou ja, hoe je dat liever gehad zou willen hebben. Net zo goed als je iemand wat vraagt. Sommige mensen die beginnen heel hard tegen je terug te praten. Alsof je doof bent. Nee, ik ben niet doof, ik ben alleen maar blind. Dus dan kun je daar wel negatief op reageren, maar dat heeft niet zoveel zin. En dat is ook voor diegene niet leuk, want die doet dat met de beste bedoelingen. Alleen begrijpt ook nog niet precies hoe die daar mee om moet gaan. Dus als je dan uitlegt hoe je dat wel zou willen, nou, dan komt dat ook vaak goed. En dan heeft een ander ook weer voordeel bij, want dan blijft hij ook een ander helpen. Wat je zou kunnen zeggen, is dat de andere zintuigen meer ontwikkeld zijn. Dus je bent wat meer gericht op gehoor, is beter ontwikkeld. Geur is beter ontwikkeld. En ja, het aanvoelen van iets is meer ontwikkeld dan dat je puur alleen maar op je ogen werkt en reageert. Ja, als je heerlijk gaat wandelen, in Duitsland bijvoorbeeld, of in de Moezel, en je loopt wat wijngebieden door en berg je op, berg je af, dan zou je kunnen zeggen van, hey, wat moet je daar? Want je ziet niks en je hebt er niks aan. Nou, juist wel. Doordat je het juist niet ziet, hoor je veel meer. Je voelt veel meer van de omgeving en je ruikt ook veel meer van de omgeving. Dus eigenlijk maak je heel veel mee van wat daar gebeurt. Je wijst mensen ook niet zo snel af. Want het is toch, als je ziet, gaan mensen op uiterlijk af. Dus mensen worden ook beoordeeld op hun uiterlijk. En niet zozeer op hoe diegene is. En hoe die leeft en hoe die doet en wat die doet. Oh, die ziet er niet uit, dus nou, dat zal wel niks zijn. Terwijl ik heb van, nou ja, oké, ik weet niet hoe die eruit ziet, maar wat die doet is oké, is prima. Dus eigenlijk oordeel je iemand veel meer op zijn waarde dan hoe die eruit ziet. Nou, ik zou het wel eens mooi vinden om mevrouw en kinderen te kunnen zien en kleinkinderen. Dat ik denk van, hé, hoe zien die eruit, hoe doen die? Dat zou ik wel mooi vinden.